Goeiedag allemaal. Ik zit hier bij Ben Joling op bezoek, op de koffie. Dankjewel, ja. Proost. Proost. Bah, proost met koffie. Ja, nou ja, goed. Het smaakt wel goed trouwens, moet ik zeggen. We hebben het hier net over mijn optreden op 8 en 9 december. Komen Charlie Hart en Steve Simpson van de band Slim Chance naar Nederland om met mij op te treden. We doen natuurlijk heel veel liedjes van Slim Chance, maar ook van Ronnie's band Small Faces. Ah ja. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Boah, ik zeg altijd dat hun LP Ogden's Nutgum Flake, in een ronde hoes, ja, dat noem ik heel vaak de allerbeste album wat ooit gemaakt is. Met allemaal hits erop van de Small Faces, geweldige band. Zeker. Maar die Slim Chance, zat daar niet een zekere Gerrit Watkins in? Die zit er maar zeker in. Ja, Gerrit Watkins, die ken je goed, of niet? Ja, die heeft op zeker minstens 6 LP's van ons metgespeeld. En dan halen we hem voor een contant bedrag. Halen we hem naar Nederland toe. En ontzettend gelachen, maar een geweldige muzikant. Ja, de Slim Chance heeft net een nieuwe plaat uit en er staan ook nummers van Geraint op. Ja. In Engeland zeggen ze Geraint, maar Gerrit, op zijn Wels is het Gerrit, ja. Met een rolling aar. Klopt. Ja, en ze hebben net in Londen opgetreden dit weekend, want de nieuwe plaat is uit. Maar 8 en 9 december komen dus Charlie en Steve van de band hierheen. Nou, lijkt me leuk. En ik zou het hartstikke leuk vinden als iedereen komt kijken, want dat gebeurt niet iedere dag. Hè? Nee, geweldige muzikanten. Ja. Dat leidt geen twijfel. 8 december in de Hip en 9 december in Vorden in nummer 2. En 8 is in Deventer. 8 is in Deventer, ja, 9 december in Vorden. Misschien wel leuk om even een klein stukje Small Faces te doen. Ja, leuk, ja. Kijken of het lukt. I thought you listened to my reasoning. But now I see you don't hear a thing. Try to make you see how it's got to be. All or nothing. All or nothing. All or nothing for me. Ronnie Lane. Oh, geweldig nummer. Ja, dus 8 en 9 december, kom je ook nog kijken? Ja, vast. Nou, er mag wel iets tussen komen. Maar. Ja, je bent van harte welkom en iedereen verder ook. Dus 8 en 9 december, ik zie jullie, hè? Ja, gegarandeerd goede muziek. Yo.